Goed, nu gaan we kijken hoe we een gelijkzijdige driehoek gaan tekenen. Je weet dat er een zijde is van 3 centimeter. Je weet ook, een van de eigenschappen van een gelijkzijdige driehoek, dat 3 zijden even lang zijn. Als je natuurlijk dit niet weet, dan kan je niet verder. Dus alle zijden, niet alleen zijde AB is 3 centimeter, maar ook al de rest. Dus als je dit schetst, en ik heb een driehoek ABC, dan heb je al de merktekens, dat ze allemaal even lang zijn. 3 centimeter voor de ene, 3 centimeter voor de andere zijde en 3 centimeter voor de derde zijde. Tekenen gaan we op dezelfde manier te werk. We tekenen 3 centimeter. Helemaal onderaan, dit noemen we CB, zoals de schets bijvoorbeeld, 3 centimeter. Nu, ja, je kan beginnen gokken terug, maar je weet, wij gokken niet meer. Als je merkt dat je moet beginnen gokken, dan haal je je passer uit. Tussen potlood en naald van de passer zorg je dat er 3 centimeter ligt. Voilà, dat is al zo. Je prikt in het punt B, je tekent een boogje. Je prikt in het punt C, je tekent ook een boogje. Ziezo. Deze twee boogjes maken een snijpunt. Dit snijpunt is het punt A. En nu is het nog verbinden van het punt B naar het punt A. Van het punt A naar het punt C of andersom. Voilà. Je weet dat alle zijden 3 centimeter zijn. Dus je duidt de merktekentjes aan. Je schrijft erbij en je bent klaar.